Welcome back to my channel. Hi guys, it is zondag. Ik zei jullie in mijn vorige vlog dat ik vandaag een mini fotoshoot heb gepland voor EJ in verband met zijn 6 months, half jaar. En ja, jullie hebben gezien dat ik mijn eigen taart heb gemaakt. Ik ging eigenlijk hiervoor, dit was mijn inspiratie, maar ja, het is gewoon voor een foto. En natuurlijk is het lekker, want mijn moeder heeft de lekkerste marmertaart gemaakt. Ja, ik maak me even klaar, you know, een beetje representatief. Is het representatief uitzien? Guys, ik werk gewoon met mijn finisher. Natuurlijk vindt het schoon. Maar anyways, EJ is daar. Als ik klaar ben, gaan we dan beginnen met die fotoshoot. Dus, hij sliep. Hij is pas wakker geworden. Dus ja. Yeah. Hij heeft zijn sokken weggehaald. Ja. Wat nog meer? Voor vandaag, ik zou eigenlijk naar Jacana met hem gaan, maar... Ik weet nog niet hoor, alles is zo duur. Even kijken. Gewoon om te zwemmen. We gaan even kijken. Ik denk van niet. Ik denk dat we gewoon thuis gaan blijven. We hebben ook gekookt. Dus ik ga jullie even push-ups doen. Een soft matte powder foundation van Fenty. Is echt goeie. Yes!
Hij houdt ervan om dingen op zijn hoofd te zetten. En dan haalt hij het terug, dan lacht hij zo. 6 maanden, you guys. Ik wil een soort van sterk-achtige fotoshoot doen. Ja. Doep, 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 doep. Mijn wenkbrauwen echt doen. Voor degene die me zoveel keer hebben gevraagd waar ik mijn wenkbrauwen heb gedaan. Bij Carol Champagne. Maar ik ben nooit gegaan voor de touch-up. Maar. En ik heb het al 5 jaar. Maar ik moet wel echt gaan voor een touch-up. But it's pricey. Het is 150 of something. Ja, yeah, that's it. Bye bye. Hey, wat doe je? Tikker, tikker, tikker. Zo, ik ga jullie laten zien wat hij gaat aandoen, maar dan moet je niet schrikken hoor. Ik ga jullie laten zien wat hij met zijn fotoshoot gaat aandoen. Jezus, schat. Yep, dit gaat hij aandoen. Guys, het is alleen voor een foto. Dus, nobody, die airco is aan. Het is koud, dus hij gaat het helemaal niet warm hebben. Want ik weet niet waarom ik dit heb gekocht. Ik heb nog maar bij 2 gekocht. Ik weet het niet waarom. Ik vond het altijd zo schattig. En zo mooi. Maar ik vind het zo mooi. Maar het is niet zo dik als wat men denkt. Like, ik zie het is niet gevoerd. Hoe noem je het? Opgevoerd? Of hoe dat ding. Ik weet niet hoe het heet. Maar meestal zetten ze een soort. Stikken ze een ander laagje hier. En maar dit heeft letterlijk maar 1 laagje. En het is niet zo dik. Het is like. Als je het zo houdt, dan zie je wel erdoor. Dus het is not like zo dik. Maar natuurlijk moet je eerlijk echt op high zijn. Of op low dan. Ja, yeah, dus dit is de inspiration. En daar 6 months. Dus ik ga jullie laten zien hoe het allemaal eruit ziet. So come with me. Mee. If you're new to my channel, my name is Genevieve. Hi, don't forget to subscribe. And yeah, let's go do a mini photo shoot for my salon. Als de fotoshoot is done. Ja, oké. Maar ja, het is niet zo erg. Het is gemaakt met liefde, toch? Ja, dat is het. Woensdag zien jullie de foto's. Ik weet niet of ik vandaag die vlog ga posten. But nu ga ik hem eten geven. Daarna kun je spelen met hem. En waarschijnlijk gaat hij slapen. So, tot ziens. Guys, we zijn terug van Nice Tea. Voor het eerst ga ik Nice Tea proberen. Ze zijn gevestigd aan Mijnzorgweg. Nee, Mijnzorgweg. Ze zijn gevestigd de Meerzorg naast Roy Boudou Service Station. Waar Crispy was. Dus Crispy is niet meer daar. Nu, Nice Tea. Dus mijn moeder vindt het is geweldig lekker.
Dit is die, wat is dit nou? Karamel. Nee, is het karamel? Caramel. Macchiato latte. Macchiato. Macchiato latte. Maar in like slush vorm. Die fasiwai komt in blokjes. Ijsblokjes. Oh, ze hebben ook ijsblokjes. Met tapioca brood. Is niet te zoet. Die tapioca brood. Tapioca brood en zacht. Die smaak. Lekker. Proef net dus die fasiwai, maar alleen een slush vorm. Smoothie vorm. Smoothie. Real good. Ik reed het een 8.5/10. Zo so guys, het is al bijna 7 uur. Ik heb hem intussen ook al gebaat. Ik ga nu zijn crash test regelen, want morgen moet hij naar de crash. Ik heb zijn wipes, 4 pampers, zijn boekje, wat nog meer? Zijn pijpering, zijn speeltje, speelboekje. Ik heb nog een paar dingen daar die ik erin moet doen. Dat ga ik morgen doen. Ja, en met hier zetten is makkelijker. Ik geef ook een patoekje mee, omdat ze hem van 12 uur baden. En een reserve rompertje. Dit gaat hij morgen aandoen. Dus hiermee gaat hij morgen naar de crash. Een slabbertje of een middeling. Oké, zijn pap. Zijn atlas. En water. Ze hebben daar warm water, dus ik hoef dat niet te zetten. Ja, en oh ja, zijn ventilator. De ventilator gaat altijd. Ja. Dit is een diaper bag. Ja. Yeah. That's it. Oké. Okay.